Auto Salon staat er. Het grootste publieksevenement van België, de 100ste editie, dus dat is ook een speciale. Het is een heel mooie uitdaging waar we heel fier op zijn, waar we heel trots zijn. Voor ons was het heel belangrijk dat we een extra laag beleving legden op het Auto Salon. We hebben onszelf altijd voorgenomen om met die 100ste editie de eerste van de nieuwe era op te bouwen. En niet de 100ste van de 99 vorige. Het is een evenement waar dat heel veel mensen in betrokken zijn die echt ervaring hebben in het opbouwen van zulke grote evenementen. Wat hebben we gedaan? Echt een celebration ervan gemaakt met onze partner LSE, wereldleider voor lasers en lichtinstallaties. Hans Paleis 5 letterlijk en figuurlijk in de spotlight gezet, dus dat gans Brussel kan zien dat het Auto Salon zijn 100ste editie viert. Samen met Antoine Goldschmidt of Magic Street, de fully immersive audiovisual experience. Aan de ene kant iconische wagens, allemaal auto's die heel belangrijk waren. Aan de andere kant een complete show dat eigenlijk nog nooit is gezien op een autosalon en zeker niet op het Autosalon van Brussel. Het is de grootste prijs die een merk kan winnen. Tot 5 minuten op voorhand is er niemand die weet wie er wint. Wij hebben de eer gehad om dit te mogen organiseren. Zoals je misschien weet, is dit evenement de vorige 11 jaren doorgegaan in Genève. Daarna heeft Fast Forward dit overgenomen en hebben wij dat productioneel verder uitgewerkt en echt in een mooie, vlotte show gegoten. Elk jaar hebben we de Dreamcar, maar dit jaar staan die op de autostanden zelf. Om het toegankelijker te maken voor de bezoekers. Dus daardoor hebben we de Avenue gecreëerd met de iets exclusievere wagens. We hebben ook de Avenue Restaurant met cocktailbar, waar de mensen ook kunnen genieten van een exclusieve drie-gangwijn. We zijn in hal 9, een soort concepthal. We wouden eigenlijk voor kleinere standen een sleutel op de deur oplossing geven door samen te werken met Conligo, die innovatieve en sustainable structuren aanbiedt. We hebben hier echt een soort beleving willen maken. We hebben een dome waar elke dag sprekers te vinden zijn. Defensie staat hier ook om jongeren te inspireren. En hier bijvoorbeeld achter mij kan je wedstrijd spelen met de state-of-the-art simracers. Ik denk dat de beursdag van vandaag dat heel belangrijk is dat er veel beleving is. Niet alleen voor de die-hard carliefhebber, maar ook voor het gezin of de familie of de vrienden die meekomen. Voor events is beleving de driver. Na 2 jaar COVID willen we allemaal weer dingen meemaken, voelen, zien en erover kunnen vertellen. Iedereen die naar het autosalon komt, gaat hier buiten met een smile. Dat heeft heel veel te maken met de fantastische beleving die wij hier hebben kunnen creëren samen met Fast Forward. Voor de customer experience als bezoeker om hier rondlopen, hebben we toch echt wel een toegevoegde waarde gebracht. Daar zijn we echt van overtuigd. Ik wil dat de mensen hier komen en weggaan met een gevoel van wauw, dat was echt ongelooflijk en ik kan niet wachten het volgend jaar terug te keren. Zoals dat wij al goesting hebben om het ook volgend jaar weer te doen. Absoluut. Top team. Ja, Fast Forward.